Nou, Robert, ik ben benieuwd wat de makers er dit seizoen van gaan bakken. Nou, ik ben persoonlijk heel erg benieuwd naar de vulling. De vulling van de tv-kantine. Als we dat maar een beetje smaakvol houden. Maar dan niet dat... Niet de mout, hè? Niet de mout. Daar hou ik niet van. Nee, ik hou meer van verschillende... Net als deze heerlijke taart. Van die verschillende laagjes. Maar dan in de humor. Maar als er maar niet zoveel taarten in zitten. Dat het gewoon... Ja, deze keer wat smeuiger is. Geen taarten. Maar Janne, jij zit er toch ook in? Dat is wel een heel, heel vies koekje van eigen deeg. Maar nee, dat ze het allemaal niet zo opkloppen, hè? Want anders krijgen ze bakken. Bakken kritiek. Maar Janne, niet zo zuur, niet zo aangebrand. Hè? Je kan er van tevoren van zeker van zijn... dat ze ons een poets gaan barakken. Weet je, laten wij maar, net als heel Holland, gewoon kijken wat ze ervan gaan bakken. En Robert, als jij nou gewoon die tenenkrommende openingszin even zegt. Koeken bakken, klaar. Zet ze de kakken maar. Ja, van Sophie naar stoere survivor kun je wel op het nodige commentaar rekenen. Natuurlijk, maar na 30 jaar op de set met je... Met, kom, hoe heet ze? Jette van der Meij. Jette van der Meij. Kan ik alles handelen? Goed, Jeff. Barto. Oh, dit potje kan wel janken. Hé, hey, verrekken, een briefje. Oh. Vogel, hè. Je bent een kokosnoodheld, zegt Twitter. Ja, er kwam een blauw vogeltje aanvliegen met post. Ik dacht nog even dikker mee. Ik dacht dat we eindelijk verlost waren van de social media op dit eiland. Maar helaas, voor Bertie, het is geen Lesbos. Nou, je kan wel zien dat Bertie boerin is. Haar benen lijken net witte melkflessen. Nou, bedankt, Anja, uit Horen. Nou, ik kan hier heel slecht tegen. Ik weet hier eerlijk gezegd geen eilandraad mee. Zijn keiharde tweeten. Nou, ik heb al zoveel bagger over me heen. En dan heb ik het niet alleen over de muziek van die ouwe. Ik ben blij dat ik op zo'n rustig eiland zit, joh. Eindelijk geen boulevard en shownieuws in mijn nek te hagen. Dave! Ja, ik kom eraan. 748, 761, 769, 770, 775, 773, Dave. 769, 770. Ik weet dat je van het andere kamp bent. Wil je mij toch een pleziertje doen? Ja, Marcel. Ik ben niet van de verkeerde kampen. Nee, het gaat niet om. In Kamp Noord is bij ons zit Bertie. En die zit er helemaal doorheen, arme vrouwtje. Het is niet geacteerd, dat ik ons ook onmiddellijk herkend. Ik sta heel vaak met acteurs die wel of niet kunnen spelen. Zo. Maar goed, die blauwe vogeltjes die blijven maar negatieve briefjes brengen. Kun je ons helpen? Heeft Bertie haar bikini uit 1984 meegenomen of zo? Nee, ik moet echt getroost worden. Waar is die van Jasper? Ik heb een veel beter alternatief. Jeff vroeg of ik kon helpen. Als er problemen zijn, denken ze altijd aan die lapen van Roelvink. Maar ik ben beter in problemen veroorzaken dan ze op te lossen. Ik wilde eigenlijk platen, maar ja. Zo'n eiland is net als het een krappe jacuzzi. Je komt elkaar telkens weer tegen. Je moet toch gewoon schaten hebben? Of in jouw geval,
mist. Ja, ja, maar dat vind ik heel moeilijk. Hè. Ik heb geen capsones. Ik ben gewoon heel nuchter. Ja, kom maar. In dat geval moet je gewoon een lekkere neut of twee nemen. Helpt mij ook altijd. Verdikken me, jongens. Die briefjes die blijven maar komen. Kijk, hè? En die volgende keer. Ah, ja. Het zijn de blauwe vinkjes. Het is familie van de roelvinkjes. We hebben veel overeenkomsten. Iedereen doet net of ze niet naar ons kijken, maar aan de blauwe vinkjes zien we toch dat ze stiekem hebben gekeken. Hé, mensen. Hé, mensen. Hé, mensen. Oeh. Hallo. Ik heb een naam. Ik heb een boodschap voor u. Oh, nou, dat is snel. We hebben nog maar net besteld bij de supermarkt. Zijn de boodschappen er al, lieverd? Nee, ik heb een boodschap. Ja, dat is fijn, maar waar zijn ze? De boodschap komt van de sponsor. Oh, een sponsor. Dat klinkt heel goed. Ja, dan prop ik maar een heel gekke diagonale appelgebakje uit. Jullie zijn niet meer in de race voor deze reclame. Wat? Hallo? Je gaat verder met Max Verstappen. Jullie horen het als eerste en hebben dus de Grand Primeur. Oh, ik nou snap ik. Primeur, oh leuk. Is toch leuk verstanden? Huh? Ja, maar dat is toch bullshit? Nee, dat is mijn andere sponsor. Deze komt van de supermarkt. Ja. Ik word gek. Kan het niet waar zijn, hè? Ik spring van de eerste de beste torenzee. Als dat zou kunnen. We kunnen ons heus niet zomaar ontslaan. Volgens mij moet daar een hele goede reden voor zijn, hoor. Ja. Ze vonden jullie als burgerlijk stijl wat verslappen. Dus belden ze... dan snap ik hem. Max Verstappen. Ja, Hallo. En ik doe alles net een stukje sneller. Oh, wacht maar even. Nee, ik los dit wel even op. Let op. Nog een keer. Hallo. Wauw. Zo. Hallo, dokter. Zo snel vind ik hem niet, hoor. Nee, maar hij is wel behoorlijk. Hallo, André. Ondertussen zit tante Til de krant te lezen en roept de legendarische woorden... Alle penselen in een pot vermis. Waarom staat er niets over de familie Canots in de couranten? Zijn we vergeten? Ingehaald door de Barbies van nu, die nog meer roze zijn dan ik. Ah joh, wat een Sam. Oh, ik heb een leuk spelendingetje. Oh, ga weg, neef Herbert. Oh, we zijn toch zo uit de tijd. Geen zins op mijn nieuwe spelendingetje. Deze iPad als zodanig heb ik tips op social media gevraagd om weer helemaal bij de televisie van nu te passen. Waar komt er een binnen? Probeer je in te leven in wat de jonge kijker anno 2018 wil zien. Wellicht. Ik krijg ineens een lumineus, crazy idee. Ik moet dat even verwerven. Oh. Let op! Een kloddertje roze. Hier! Oh. En een kladdertje roze. Daar! Hallo, wie spreekt mij? Oh,
een kloddertje kots hier en een kloddertje kots daar. Heel erg stiekerig. Geruïneerd, mijn spelendingetje. Ik wil oma spreken. Praat vol. Waarom? Omdat ik ook oma speel. Oh, en zeg in de tussentijd woorden die typisch kotserig zijn. Renate van der Grijp, willig. Ja, het werkt, werkt. Hinsup! Wat is je code, makker? Dat gaat niemand iets aan zijn neus. Het is code roze. We moeten ambtshalve mee met onze tijd. Misschien kunt u ons te hulp schieten, wellicht. Oh, wat een misselijkmakende actie. Ach, ouwe Temelaar. Hemze! Hallo. Een verdachte. Staan blijven. Tilletje, waar ben je? Tilletje. Fuck, nou moet ik weer terug. In Anderwet, staan blijven. Ik heb de oplossing voor het probleem als zodanig. Oma is te oud. Zij moet verdwijnen uit de serie. En dan meer penose erin. En dan kunnen wij nog jaren mee. Onzin. Zolang wij niet te artistiekerig doen, hè, kunnen wij nog makkelijk op het weer zijn. Oh, ik kijk anshalve naar Twitter voor de eerste binnengekomen reacties. Oh, het is ons gelukt. De kijkers vinden ons om te... Verhalen in de bias moeten verteld blijven worden. Ja, gelukkig hebben wij een no-limit status en mogen we overal filmen. Zo ook in deze zwaar bewaakte gevangenis. Ik vind het wel een beetje eng. We bezoeken vandaag Frank M. Ja, nee, doe maar in een doos bananen. Ja. Rustig bananen, rustig, rustig, rustig. Oké. Okay. Hey Frank. Ja, hi. Ik spreek je later. Hallo. Ik spreek je later. Hallo. Ja. Hallo. Hi, Nicole Bug. Ja. Hoe lang zit je hier al? Kijk nou, Nicole, je moet het zo zien. Dit is mijn 467ste gang. Ik heb maar weer een pannenkoek besteld, want er zit een spul erop. Maar hoe lang moet je nog? Nou, geef me 1 minuut en dan zie je op. Dat heb ik ook gezegd. Ik weet niet, mensen. Maar alles wordt ook verdraaid. Kijk, ik blijf hier voorlopig nog wel zitten. Ik ga geen kant op. Je leeft niet recht. Je bent boos. Boos. Ik kook. Dat staat ook allemaal in mijn boek. Een kookboek? Ja, nee, niet slaaf er tussenin. Oh, een sprookjesboek? Ja, nee, maar ik heb nog een leuk verhaal voor je. Wacht even. Hé, hey, Dinges, geef mij even een rood wijntje. Oh, dat was ook een leuk programma. Een rood wijntje. Dinges. Ja. Ik had bijvoorbeeld bij de NCV wat leuk. Dankjewel. Haal die witte maar weg, want die is verschrikkelijk. Ja, was, bij de NCV hadden ze een programma. Of was ik en was presentator, ik was de top of de bil. Toen zijn ze op een gegeven moment, Frank, we hebben leuke kandidaten nodig. Ik zei, nou, ik ken nog wel iemand die ik niet ken. En wie was dat? Oh, die heeft toen een miljoen gewonnen. Nou, een ton of een reis, dat weet ik eigenlijk niet meer, maar ik heb 11 gekregen. Ja. Maar het wordt allemaal weer verdraaid en zo, dat is verschrikkelijk. Ja, maar Frank, je zit hier nu, hè? Ik had nog een witte wijn besteld, ga maar die witte wijn terug. Frank, komen die muren niet op je af hier? Ja, maar dat is ook zo, dat mensen denken dat het een makkie is. Die is wat bitter, die andere, en een kop koffie met bonbons. Ik denk nou op een gegeven moment dat je in een soort luxe hotel zit. Maar het is echt afzien. Het is echt afzien. Nou, en dat begrijpen de mensen niet. Het wordt allemaal verdraaid met Peter de Vries en Etienne Boulevard bij weggelopen. Hé, dinges, koffie. Is dat nou die Belgische bonbons? Dat denken mensen. Dat wil ik niet hebben. Dat wil ik echt niet hebben. Weg met die Belgische bonbons, dinges. Weg. Frank, waar slaap je nu? Bij mijn moeder. Oh, dat is wel heel crimineel. Maar de grens heb ik wel bereikt. Hallo. Nou, we weten nu alles van de route en de restaurant. Ja, zo ziet u maar dat de misdaad niet loont altijd. En dan ben je een succesvol presentator geweest en goede zaken gedaan. En dan toch door een kleine misstap van 467 kilo poeder. Ja, kom je dan toch in deze vreselijke hel terecht. Ja. Maar waaruit gezegd, ik kan geen fatsoenlijke bak krijgen in deze bak. Ja, dus ja, er is maar één conclusie mogelijk. Dit is duidelijk een grensgeval. Tante Jopie. Tante Jopie, schiet nou op. We moeten naar Rotterdam Airport. Daar komen we te laat, schat, met je verkleedpartij. Die vrouw. Ze zou me toch niet net als RTL 4 vergeten zijn?
Oh, wacht. Ik kom zo altijd... Tante Jopie, ik heb leverworstijs. Heb je nog een zin? Oh, nee. Ik ben helemaal alleen met de kast. Afschuwelijk. Nou, kan mij toch eigenlijk schelen. Ga lekker naar Owen is Love kijken. Niemand mag met kerst alleen zijn. Ja, de All You Need Is Love videoboodschap. De caravan. Ik zou zo graag iemand in mijn huis hebben. Hey, Wolf. Hier gaan we niet inbreken, man. Je valt helemaal niks te halen. Ja. Wat een seksloos wijf is dat. En ze loopt ook nog als een vent. Hoogte zitten. Een sjaal. Een hele geile goede kerstavond. Nou, kijk eens even. Ik lig hier gezellig met mijn poes. Kom eens even lekker bij me naar binnen, hoor. Hier is het lekker warm. En kijk eens. Hé, dat lijkt Kip Holland wel. Volgens mij moeten we toch maar even naar binnen. Hé, ik doe open met mijn koevoet. Ja, doe. Kimmy Holland. Lekker wijf, man. Kimmy. Kimmy. Ja. Ik ga als eerste naar boven. Oké, kom. Kimmy. Hallo, mannen. Tibby mijn kerstbal al bekeken. Oh, mensen. Wat een zalige kerst. Heb je ook zo genoten? Hm? Moeten we nog een sigaretje? Nee! Nou, mannen, dat bepaal ik nog wel even. Jullie dachten zeker dat jullie er vanaf waren. We moeten nog tenminste 3 keer knallen. Kijk eens hier. Home Alone 2, Home Alone 3, Home Alone 20, 66. En dat doen we de aankomende 10 jaar met de kerst. Heerlijk, die dagen.